Ben je klaar voor een nieuwe spreuk van de befaamde koning Salomo? Hier komt hij in Spreuken 27, vers 21 zegt hij: de smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de toets voor de mens is zijn faam. En nu mag je faam ook vertalen als hoe mensen jou waarderen. Dat is de toets. Vaak denken we dat we in het leven enkel beproefd worden door de manier waarop we omgaan met tegenslagen. Maar koning Salomo komt met een heel andere bewering. Zoals goud en zilver getoetst worden in het vuur, zo wordt jouw karakter getoetst als je door anderen geprezen wordt. Lof onthult wie je bent. Hoe je omgaat met een schouderklopje of een compliment zegt meer over wie jij bent dan hoe je omgaat met tegenslag en negatieve kritiek. De echte karaktertest is hoe je omgaat met succes en wanneer mensen lovend over je spreken. Maar als je niet weet wie je bent in Christus, dan kun je misschien moeilijk met eer en complimenten omgaan. Of je gaat naast je schoenen lopen en voelt je verheven boven andere mensen. Of je ontkracht de lovende woorden omdat jij ze ongeloofwaardig vindt. In beide gevallen is er sprake van een ongezond zelfbeeld. Veel mensen weten zich geen houding te geven als een ander iets aardigs over hen zegt. Als iemand zegt dat we iets leuks aan hebben, zeggen we al snel dat het een koopje was in de uitverkoop. Of als iemand zegt dat we het fantastisch gedaan hebben, roepen we al gauw dat het niet zoveel voorstelt. En eigenlijk zeggen we daarmee: ik verdien jouw complimenten niet. Ik ontkracht ze maar meteen. Ja, we zijn geneigd om complimenten af te zwakken, omdat we zijn opgevoed met de gedachte dat we vooral bescheiden moeten zijn. Wat voor velen gelijk staat aan het altijd wegcijferen van jezelf. En op deze manier geven we de indruk dat we onszelf niet zoveel waard vinden. Misschien is het goed om het eerste compliment dat je vandaag krijgt maar eens vriendelijk te aanvaarden. Je weet nog niet half hoezeer geliefd en waardevol jij bent in Gods ogen.